Ik zat aan het zwembad een boekje te lezen. En de kinderen waren aan het zwemmen allemaal. Er zaten heel veel mensen aan het zwembad. En op een gegeven moment gingen de kinderen die gingen ergens anders naartoe. Maar Sinaï, die was gebleven. Dat had ik niet gezien. En ik zit gewoon mijn boekje te lezen. En op een gegeven moment kijk ik en ik zie haar drijven. En je merkt het niet. Ik heb het later eens opgezocht. Dat noemen ze silent drowning. Klinder, dan ga je, die glijden gewoon onder water. En dan zijn ze weg. Want het zwembad daar loopt over de lengte schuin af. Dus ik denk dat ze aan het lopen was. Op een gegeven moment onder water gegleden is. En die is niet meer boven gekomen. Dus ik zag haar drijven. Dus ben ik het water ingesprongen. Een badmeester daar, die had het ook gezien. Dus ik tilde haar uit het water. Ik geef haar naar hem. En toen hebben we er gereanimeerd. Ik heb toevallig net de week ervoor een cursus gedaan. Letterlijk een week ervoor. Dan merken dat dat de rode draad is. Ja, echt een week ervoor heb ik. En er waren allemaal mensen daar ook. Dus die jongen natuurlijk ook, die badmeester, die kon reanimeren. Dat was een fysiotherapeut. En duurde best wel lang, dus we hebben beurtelings gedaan. Eentje rusten, eentje hartmassage, eentje beademen. En dan draaiden we zo in. En hoe lang schat je eigenlijk dat ze onder water was? Weet je, dat is heel moeilijk te zeggen. Maar ik denk, zo'n tijdje geleden, 6 jaar geleden. Maar ik denk wel een minuut of 10. Eerlijk gezegd. En dat is een beetje een gok. En voor hoe lang hebben jullie dan gereanimeerd? Voor mijn gevoel 3 weken. Maar ik denk dat het tussen de 10 en 15 minuten duurde voordat we weer de hart voelden. En dat ze ook weer, we kwamen rommel uit, begon te ademen. Dus ze begon te ademen voordat die ambulance was gekomen? Ja. Ze was nog wel bewusteloos, maar ze was wel aan het ademen al. Dus ja, ik zag haar eigenlijk net op tijd. Mm-hmm. Ze was toen ik uit het water haalde, had ze geen ademhaling, geen hartslag, niks. Mm-hmm. Is er nu wat dat jij anders doet voor dat moment en nu, wanneer je op het strand bent of met kinderen bent? Nou, mijn kinderen zijn allemaal groot. Maar als, weet je, je kijkt toch altijd wel anders naar een zwembad, zeg maar. Weet je, je moet je voorstellen, ik zat te lezen aan het zwembad en om het zwembad heen, ik denk dat nog misschien 30 of 40 mensen zagen. Niemand heeft het zien gebeuren. Weet je? Zoiets een kind kan onder je ogen verdrinken, je ziet het niet. Dus je kijkt wel anders naar een zwembad, weet je, als je er zit. En je kijkt altijd naar, vooral naar kinderen, want die glijzen onder water, ze stil blijven, of je ziet ze. Ja, dat is echt heel belangrijk hoor. Ik denk dat elk gezin minimaal 1 familielid moet hebben die dat kan. Het lijkt heel veel, maar het is helemaal niet zo veel. En het is een cursus van een dag. Ja, het is een cursus van maar een dag. Dus Het is niet eens een grote sacrifice om dat te kunnen doen. Nee. We wonen eenmaal op een eiland, dus op een of ander moment kan dat gebeuren. En boven water en zwembaden. Weet je, er zijn laatst ook kindjes verdronken. Het is allemaal in zijn best. Mm-hmm. Ze moeten zelfredzaam worden. Ze hoeven geen perfecte schoolslag, ze hoeven geen perfecte vlinderslag. Maar ze moeten er boven kunnen komen. Mm-hmm. Ja. Het probleem is, iedereen die houdt zijn kinderen goed in de gaten. Maar kinderen zijn echt in 3 tellen zijn ze weg. Dan ben je ze uit het oog. En dan kan er iets gebeuren. Meestal gebeurt er niks, maar je bent ze echt binnen 3 tellen uit het oog. En daarna springen ze het water in, of ze glijden de zee. Mm-hmm. Ja, want met haar zelf, ze was even weg, ze was met die andere nichten en even met je kinderen. Nou, nee, zij was nog voor mij. Ja, dus alle kinderen waren aan het zwemmen. Ik was degene die aan het zwembad zat om een boekje te lezen. En al die kinderen die gaan weg. En zij bleef eigenlijk achter, zo'n beetje pief. En die glijdt zo onder water. En je ziet het niet. Want zij kan zichzelf niks herinneren, hè? Nee, maar ja, die was toch echt... Die was op het moment zo rijk dood, hè, overleden toen we eruit het water hadden. Nou, gelukkig waren jullie er. Ja, dat was een geluk bij een ongeluk. En ze heeft er niks aan overgehouden.
Ja, ze ziet er perfect uit. Het is helemaal goed hersteld, weet je. Dat is prima. Mm-hmm. Ja, dat is ook. En zoet water is namelijk gevaarlijk als zoutwater. Dat wist ik niet. Ja, als je daarin verdrinkt, is de kans op letsel groter. Het heeft met de osmositeit van het water te maken. Ik heb natuurlijk van alles gelezen daarna over dat. Toen mijn lager doet hij ons. Echt om mijn lager op de grani. Zo'n jeuk wat ben ik moord in intensive care. Dacht dan goed op je zo'n hersen aan de beschade. Kusulong. Maar dan toos. Dan ben ik zo'n man en ik ook in de hospitaal. Nogmaals. Dan kan je 3 dagen in intensive care. Zo van, nog dat hij nada. Zo hersen aan de bom. Zo long aan de bom. Ik ken de arts goed wat dat hij de mensen spant. En die is zo. En die kun je wat dat om die lager. Zo oren na 3 intensive care. Verdad. Nou, voor haar naam is ja, je ook niet dat wij kennen dat bieden. Nog dat wij kennen, 2 ambulances binnen en die je ken men dit een milager enorm. Een milager hoop graag. De situatie dat je dat echt op je doet. Sí, me te sentí el tiempo pie por pie, aunque estaba sí, 7 años pasado. 7 años pasado. Ahora tengo 7 años y ahora que me tenía 4 años. Como mala fue expresarse que lo vi que besa, cuidamos la ayuna, paga bontino, wagnan bon, y no juzga. Su accidente en la puerta. Ave tami, mañana votavo. Entonces, ya. Que mais me convisa? E não tá fácil para cada mama, para mim tampouco. Pero me agradeci sim, como eu tenho na vida agora aqui, e como eu tá bom agora aqui. Como mama, é tá duelo, para sua outra visa, humble, me pode tá opleta, me pode tá waque mais, me se tá tei mais, pero a trove, acidente tá na porta. Intensive care, mi mamá, mi abuela, mi hermano, toda mi familia no vivía a mí, pero lo único que no me puedo recordar es que estaba con mi mamá. Entonces, eso no me recordaba, estaba con mi abuela, con mi primo, pero mi mamá mismo estaba a recordar. Entonces, por eso estoy tornando a vivir con mí, vivía a mí, entonces, me está quitando todo el aparato, entonces, me está avisando, me está clavando, me está bailando. Ando que eu passo de momento nem aí, que eu vou ter mirado eu, dormindo em intensive care, ando era lá começar, bem bem. Que eu passo de momento quando eu visse o milagre de Deus. Echt um milagre, roupa grande.